Hallo dames en heren, welkom toch bij deze aflevering. Toch alsnog naar Westervoort, omdat ik telkens zit te twijfelen van zou ik het doen, zou ik het niet doen. Even met deze slechte weer. Maar ik ga het alsnog doen, dames en heren. Ik stap nu mijn auto in en ga ik nu die kant op. Hallo dames en heren, welkom weer terug. We zijn nu eindelijk binnengekomen in Westervoort. En we treffen gelijk al het eerste zakken. Die hier zo tegenover staat. Dus welkom in Westervoort. Veel plezier. Ja, dames en heren, hier staat die American Whip van de Laan en Swinko's. Ik moet zeggen, deze zak is best wel mooi geworden. Met al die ledverlichtingen, wat je ziet. Nou, en hier staat het oudste miniet. Dan kan je zo bekijken naar die vliegtuigjes. Want die vliegtuigjes zijn wel heel erg oud. Opgepast voor de start. Maar nu heb je vliegtuigjes en helikopters met de moderne models. Maar dit is wel heel erg oud, maar wel heel erg antiek en mooi. En snel. Hier staat het voor carnavallen. Hij blijft mooi. Ja, hij zit mooi in decoraties, mooie kleuren, mooi thema. Maar het mooiste is dat de rook vanuit de vulkaan zelf komt, hier in het midden. Ja, hij blijft toch mooi en best wel mooi thema's. En de Britse Fusiedance is dit jaar nieuw in Westervoort. Yeah.
welkom bij de Future Dance. Nou, daar gaan we dan. Een van de snelste pretiaans van Nederland. Dus... En de mooiste vanaf de laatste verlichting. Dus we gaan nu eindelijk beginnen. Dus daar gaan we dan. Het is niet van de... Dat is niet van de... Ja, wel van Boesveld. Boesveld schrijft het heel vaak in, maar hij is eigenlijk van de Boer. Dus here we go. Hij rijdt best wel mooie shows weg, vooral in het donker. En hij nu vooral met dat rockmachine. Dus daar gaan we dan. Hij geeft wel een powermachine hoor nou hoor. Vooral als het donker is, dan ga ik sowieso heel vaak spinnen. We zullen kunnen het wel zien, dames en heren. Dus hij geeft best wel volle show weg en ja, volle tempo. Zoals nu, daar gaan we dan. Hey! Fancy! Lekker hoor! Ja, dames en heren, dit is een echte standaard pretest hoor. Ik kan helemaal niet meer kiezen welke mooiste pretest is van Nederland. Maar deze vind ik wel een stuk mooier en wilder. Alle pretesten zijn wild, maar deze sowieso. Heel vaak shows en het is ja, een mooie verlichting, mooi thema. Mooi naam. Niet een origineel naam, maar wel een hele andere naam. Kijk, dat bedoel ik nou. Dit is echt een super pretest met heel veel shows. Hè? Dus dat heeft wel een bepaalde andere stukken van, hè? Zo, dan je! Dus dat is best wel lekker van deze machine. Hoppa! En je gaat heel vaak spinnen. Zoals nu dus. En hij verbouwde heel erg andere ritten dan andere pretensers, maar deze is wel lekker. Je gaat verbouwd nu in een heel snel in de ronde. En dat is ook wel best wel lekker. Want de ene pretenser helemaal door elkaar wordt gerusteld. Dus dat is wel een andere manier van lekker rollen. Kijk, dat bedoel ik nou. Nou gaat hij echt stuk wilder. En vooral die stroppoos kan je sowieso in hem blijven drukken. En dan maakt de rit wel nog een stuk mooier. Dus ja. Dus dat is wel een stuk lekker. Dat is bepaald heel erg een stuk anders, hè. Dus lekkerder en veel wilder en veel spinnerig, hè. Vooral de ritten zijn lekker. Je wordt helemaal totaal tot elkaar gerusteld, dus nou, dames en heren. Ik moet zeggen, dit pretest is wel een stuk lekkerder dan andere pretesters. Dus. Nou, ik moet zeggen, dames en heren, deze pretest is een aanrader. Dus voor alle kermisfanaten die sneller wil, maar je sowieso in de Futuretest gaan. Echt een lekker stuk aanraden, dus daar moet je in. Deze pretest heeft een andere stuk naam. Maar dat bepaalde expert zelf, hè, want deze is eigenlijk de pretest. Maar hij heet Futuretest. Dus dat is nou heel erg anders. Maar deze Futuretest is best wel origineel. Dit was de pretest Futuretest van Boesveld. Maar eigenlijk van de Voer.
dames en heren, zijn we nu bij de laatste attractie aangekomen, de bos op de Schoenzeer. Maar dit keer met een mooie verlichting. De trampoline van Poesla. En wat de enige attractie die geen muziek aan heeft, dat is de draaimolen van Hendrix. Ik ben een stad opnieuw, maar ik heb het bij je zeggen. Yes, come on, look at your power. Nou, dames en heren, ook deze kermis komt aan het einde. Ik moet zeggen, het was een leuk verrassende kermis. Zoals met de pre-dance, future dance en de vulkanenbouwen. En het was een best wel leuk kermisje. Dus. Nou, dames en heren, ik ga er weer vandoor. Ik ga naar huis en dan de volgende kermis is in. Wel in Didam. Zoals er opbouwdagen en andere dingen. En donderdag naar Anne Priskaaf met Robert van Maak. En dan zaterdag naar Bocholt. Nou, tot op de volgende kermis in Annem Priskaaf. Want daar ga ik natuurlijk samen met mijn kameraad Robert van Maak naartoe. En dan gaan we een leuke dag van maken. En tot dan. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te liken en te abonneren natuurlijk, dames en heren. Dus, doeg! Leuk dat jullie gekeken hebben.